Yes, yes. Ja, ja. We zijn er weer. Je favoriete duo, Ben Kremers en Marvin Leter. In je oren, daar zijn we weer. Hé, Marv? Ja, toch. Lekker, man. Ja. We hebben vandaag een hele leuke gast. Vanuit het zuiden, kan ik vanuit het zuiden zeggen? Zeg ik dat goed? Ja, het is wel het zuiden. Het is wel het zuiden, hè? Nicole Slot. Fijne. Geen familie van Arne, of wel? Nee. Ah, dat is nou een jongen. Nee. Hey, fijn dat je de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen. Heel tof dat je er bent. Jij bent onze kleuteronderwijsspecialist. Wauw, wat een intro. Ja, ja. Ja. En jij vindt het inspirerend om samen met kleuterleerkrachten in gesprek te gaan over hoe kleuters echt tot leren komen en hem te helpen bij het neerzetten van een sterke speel/leeromgeving. Vanuit een beredenerend aanbod. Wauw, ja. Ja, ja? Dat klopt precies. En je hebt zelfs een missie. En jouw missie is om het kleuteronderwijs weer echt kleuteronderwijs te maken. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Waarom is dat jouw missie? Ja, dat komt eigenlijk vanuit mijn eigen ervaring binnen het onderwijs allereerst. Ik heb zelf bijna 14 à 15 jaar in het onderwijs gestaan. Ook altijd met kleuters gewerkt. Onder andere ook in het Montessori onderwijs. Dus dat is ook mijn achtergrond. En wat ik zelf merkte was dat het kleuteronderwijs steeds schoolser voor mijn gevoel ging worden. En dat strookte voor mij op den duur ook niet meer met hoe een kleuter zich ontwikkelt. En vanuit daar is die missie eigenlijk ontstaan. En die tendens is er eigenlijk binnen het hele onderwijs. Dat steeds meer het schoolse leren naar kleuters wordt gebracht. Terwijl dat kleuterbrein echt zich anders ontwikkelt. Ja. Dus daar is die missie vandaan gekomen. Dus toen heb jij besloten van hier ga ik wat aan doen. Daar ga ik iets mee doen. Ja. Ja. Marv, jij hebt natuurlijk ook een prachtige dochter. Kun jij nog herinneren toen ze in de kleuterklas zat? Ja, dat bedoel ik. Ja. Misschien laat je geheugen niet in de steek, ja, toch? Nee, jongen. Ja, ik kan nog herinneren dat ze in de kleuterklas zat, ja. Ja? Ja. En wat vond je van hoe dat daar ging? Hoe bedoel je? Nou, hoe daar lesgegeven werd, wat ze daar aan het doen waren en dergelijke. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het allemaal prima vond, joh. Ja? Ja, ik vond het allemaal prima als ze maar gewoon speelde. Ja. Ja. En ze heeft gewoon heel veel gespeeld. Ja, dat is het. Snap je? Ja, is dat nog steeds zo, Nicole, dat ze heel veel spelen? Of zit er al... Wat zal toetsen maken of iets dergelijks? Ik vind het mooi dat je dit zegt inderdaad. Want dat is ook wat je heel graag zou willen zien bij jonge kinderen. Mm-hmm. Dat is dat spelen. Want dat is eigenlijk de motor om tot ontwikkeling te komen. Dus ik ben blij dat je dat zegt inderdaad. Mm. En ik zie het... Nou, bij de vragen die je krijgt vanuit scholen, ligt daar vooral ook de vraag eigenlijk. Over het spelen? Over het spelen, ja. Ja. Ik denk dat daar heel veel kennis een beetje verloren is gegaan. Hoe bedoel je dat de kennis verloren is gegaan? Ja, als ik kijk naar... ik heb zelf dus de PABO gedaan. Mm-hmm. En wat ik daar heel goed heb geleerd is... een stukje didactisch handelen. Ja. Dus de didactiek erachter, heel veel lesvoorbereidingen maken, kan ik me nog herinneren. En lessen draaien. Maar ik heb heel weinig specifiek geleerd over dat jonge kind. Dat is namelijk echt wel een ander vakgebied. En daarin dus ook het leren over hoe spel en die ontwikkeling van spel gaat. Ja. Heb ik het gevoel dat dat een beetje verloren gaat. Ook als we helemaal teruggaan naar... Vroeger had je natuurlijk de klos opleiding. Jeetje, dat is wel heel lang geleden. Heel lang geleden. Heb, voor mijn tijd, hoor. Ja, ik heb er wel van gehoord. Ik heb er nooit van gehoord. Nee, kijk. Voor de mensen die het niet weten, wat is het? Ja, dat is echt de kleuteropleiding. Die was vroeger apart van groep 3 tot en met 8. Dat je echt... kleuteronderwijs en was je echt kleuterjuf, daar werd je voor opgeleid. En dat is weggegaan, of in ieder geval, het is bij elkaar gekomen, moet ik het zeggen. Dus groep 1 tot en met 8 kwam bij elkaar. En daarmee, nu merk je dat degene die dus als klosser is opgeleid, die gaan nu ongeveer allemaal met pensioen. En die kennis en die ervaring,
die lijkt een beetje verloren te gaan. Dat vind ik zo jammer. Dat is jammer. Ja. En je hebt er je missie van gemaakt van, joh, ik wil daar iets mee doen. Ik wil het een beetje terughalen. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. Maar wel ook, want dat wordt me ook wel eens gevraagd van, is dan... wat er toen werd aangeboden aan kleuters, is dat dan het Walhalla, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk wel dat we heel goed moeten kijken naar ook de kennis vanuit de wetenschap die we nu ook weer weten over dat jonge kind. Dus om dat samen te voegen, dat is eigenlijk mijn missie. Ja, ja mooi. Ook wel, maar ik denk wel goed dat je dat doet ook. Want je hebt natuurlijk nu de PABO-studenten, zeg maar. Ja, die hebben natuurlijk ook wel een voorkeur waar ze in welke klasse willen gaan lesgeven. Ja. Is dat zo? Je hebt wel ook specialisaties mm-hmm. voor ook het jonge kind. Dus het begint nu wel weer te komen, gelukkig. Maar ik zou er echt wel voor willen pleiten dat als wordt verwacht dat je les kunt geven van kleuters tot en met groep 8, dus in het basisonderwijs, dat je ook die volledige leerlijn eigenlijk aangeboden krijgt. En dat gebeurt dus niet. Dus nu wordt ook wel vaak gezegd van, je moet in alle groepen kunnen staan. Dat leerkrachten die dus jaren groep 7, 8 hebben gedraaid, dat ze ook ineens als het nodig is bij de kleuters neer worden gezet. En dan wordt gedacht, oh ja, daar hoef je weinig te doen, want die spelen toch alleen maar. Is er een andere, heel andere wedstrijd als dat volgens mij. Ja, maar dat is heel anders. Ja, precies. Ja. Ja, want Marv, stel dat jij op een basisschool zou werken. Wat zou jij voor voorkeur hebben voor een groep, als je zo'n les moet geven? Geen enkel. Geen enkel? Nee. Jij vindt dat helemaal niks? Ik zeg niet dat ik er niets vind, maar het is gewoon echt heel zwaar, man. Ja? Het is heel anders. Ik heb workshops gegeven toen ik nog studeerde mm-hmm. op de basisschool. Ja. Workshops in Aleppo. Ja. Mijn hemel. Nee? Nee. Wat is jouw ervaring? Ja, orde houden, management, elk kind echt horen. Want als je een kind niet hoort op de basisschool, dan gaan ze ervoor zorgen dat je ze hoort. Ja. En dat vond ik echt heftig. En ik heb dat een keer eerder in de aflevering gezegd. Ik vind mensen van de basisschool vind ik echt superhelden. Want ik zou het niet kunnen hoor. Nee, echt niet. Ik vind het al heel... Ik vind het al heel veel energie met zich meebrengen om naar mijn eigen kind te luisteren. En dat is er één. En daar staan 25 tot 30 kinderen. Ja, maar hoe doe je dat? Nu zijn het, op je huidige werk, zijn het zeg maar pubers. Maar daar luister je toch ook naar? Wat is het verschil? De differentiatie is toch anders? Je differentieert minder op niveau. Nu heb je heel veel kinderen op VMBO niveau. Ja. En we bieden een bepaald vak aan. En sowieso zijn wij vakmeesters, om het zo te zeggen. Dus ik geef maatschappij er, that's it. Dat is op één niveau. En de een werkt harder dan de ander. En dan dagen we diegene uit om binnen je eigen vak iets extra's te doen. Maar we hebben geen potentiële VMBO'ers of HAVisten of MAVO'ers of VMBO'ers bij elkaar zitten. Nee, dat is waar. En de andere supersnel gaat of de andere heeft veel meer begrip. Of je hebt nog een... Snap je? Het is zo gedifferentieerd op de basisschool. En dan moet je ook nog proberen je management on point te houden. Mm-hmm. En je moet niet het kind uit het oog verliezen dat het hartstikke goed doet en hartstikke door wilt gaan. Die moet niet ondersneeuwen onder het kind dat net veel meer moeite heeft met bepaalde dingen. Ja, weet je, af en toe kijk ik mee en dan luister ik naar onze collega's van de basisschool. Denk van ja, goed dat jij het doet, ik doe het niet, ik kan het niet. Ik zou binnen een maand weggestuurd worden. Ik zou het niet kennen. Nee. Ik vind wel dat je zegt wel iets moois over differentiëren, want is dat dan al nodig om een kind, stel dat de een wat slimmer is als kleuter zijnde en de ander heeft iets meer moeite met bepaalde dingen, is dat al nodig om dan al verschillende pakketten aan te bieden? Ja, zeg maar? Zeker. Ja? Ja. Het is het mooiste om gewoon naar ieder kind apart eigenlijk te kijken van wat zijn de behoeften en wat hebben ze nodig. Binnen het leren, maar ook pedagogisch natuurlijk. Ja, gezien. Inderdaad. Maar dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet ieder kind apart bedienen. Nee, precies. Maar als ik hem dan even weer terugpak naar het kleuteronderwijs, daar heb je vaak, niet altijd, maar heb je soms groep 0, 1, 2 bij elkaar zitten. En dan zeg ik vaak, ja, dat is heel erg, dat kan heel pittig zijn. Want dat vergt echt wel iets meer van de leerkracht dan dat je een aparte groep 8 of een aparte groep 1 of een aparte groep 2 hebt. Ja. Want eigenlijk wordt gekeken naar, je hebt je basisgroep en dan heb je kinderen die daar veel verder in zijn. Ja. En kinderen die juist meer nodig hebben.
Dus dan heb je eigenlijk al binnen één leerjaar heb je al drie verschillende differentiatiegroepen, zeg maar, ja, waar je rekening mee moet houden. Laat staan bij groep 1, 2, dan heb je er dus al 6. En je hebt nog groep 0 die instroomt. Dus als je 4 jaar bent, dan stroom je in op school. En elke keer doet dat weer iets met de hele dynamiek. Met de hele groep, ja. Ja. Maar aan de andere kant, is dat ook niet juist mooi dat ze dan moeten passen, kunnen leren van elkaar en dergelijke? Zeker, ja. Dat is ook, vind ik ook juist het mooie en het voordeel van een combinatiegroep 1-2 hebben. Want je bent een keer jongste, middelste, oudste. Ja. En vooral ook, tenminste dat deed ik ook veel in de groep, is dat je juist die oudste inzet om ook die jongste te helpen om het goede voorbeeld te zijn. Dus, maar als je moet kiezen, wat heeft jouw voorkeur dan? Een losse groep 1 en een losse groep 2 of toch die combinatie? Ja, dat ligt heel erg bij de leerkracht, wat ik zou adviseren. Dat is het moeilijke. Ja? Uiteindelijk denk ik echt dat onderwijs valt en staat bij degene die voor de groep staat. Ja. En de een kan heel goed differentiëren en een ander heeft daar gewoon meer moeite mee. Ja. Dus, dat is waar. Ja. En ook op het stukje visie. Ik denk dat daar begin ik ook altijd mee bij school om te kijken, heb jij eigenlijk wel een visie op dat jonge kind? En vanuit daar kies je er dan voor een combinatiegroep. Of voor een losse groep 1 of 2. Maar dat moet natuurlijk ook mogelijk zijn. Ja, maar een school kan toch niet zeggen van, nou, we gaan Pietje aannemen of we nemen Mo aan of Chinee. En dan zeggen we van, dan zeggen we van, oké, kijk hoe zij is. En dan vanaf daaraf gaan we kijken of het een groep 1 wordt. Of, nee. Of dat kan toch niet? Nee. Zo bedoel ik het niet. Nee, vanuit de visie van vinden wij het dan heel belangrijk om die combinatiegroep te hebben met de voordelen daarvan. Ja. Kiezen we daarvoor? Of vinden wij, hebben wij een doelgroep waarbij het heel belangrijk is om juist de groepen los te hebben. Maar het moet natuurlijk ook mogelijk zijn met aantallen kinderen. Ja. En lokale tegenwoordig en dergelijke. Ja. Want bij mijn dochtertje, die zit nu in groep 2. Die zat begin van dit jaar in school in groep 1-2. Alleen er kwamen steeds meer kinderen bij, waardoor die groep ook groter werd. Ja. En ze hebben dus 4 kleuterklassen. Dus dan hebben ze gezegd, die kinderen die wat extra aandacht nodig hebben, die worden zeg maar een soort van geselecteerd voor de groep 2. Dus die gaan alvast voorbereiden op groep 3. Nou, Loisa, mijn dochter, die heeft een TOS, een taalontwikkelingsstoornis. Ja. Gaat momenteel hartstikke goed, maar ja, ze gaat wel naar groep 3. En dan gaat het een soort van echt beginnen. Dan moet ze met die taal aan de slag natuurlijk. En dat is natuurlijk heel spannend. Dus zij zit bijvoorbeeld al in die klas. En je ziet dat het voor haar dus werkt om al in die klas te zitten, om al met dezelfde leeftijden, zeg maar, dezelfde, die ook allemaal naar groep 3 gaan, om daar al stappen in te maken. En ook op cognitief niveau dan, om al met hun aan de slag te gaan. En daarvoor zat ze natuurlijk in groep 1, 2 had ze het ook super naar de zin. Alleen nu zie je dat het toch wat fijner voor haar is dat ze alleen maar met kinderen van groep 2 zit. Dus voor haar in dit geval werkt het heel goed. Ja, dus dat is wel... Het is wel mooi. Je triggerde me net eventjes met, en dan gaat het beginnen. Ja, dat dacht ik ook. Ik bedoel qua taal en dergelijke. Ze zijn natuurlijk bereiden ze voor, maar in groep 3 natuurlijk. Ik ben geschrokken toen mijn zoontje in groep 3 zat, wat ze daadwerkelijk daar allemaal moesten doen en in welk tempo dat allemaal gebeurde. Ja. Nou, ik vond dat echt wel heel heftig. En vooral omdat ik zelf op het VMBO werk en ook met... basiskinderen, kaderkinderen en MAVO-kinderen. Nou, met alle respect voor hun, maar sommige dingen die daar al in groep 3 werden aangeboden, daar hebben mensen op het middelbare school al moeite mee, zeg maar. Wat dan? Want ik zit dus, nu te denken aan mijn eigen dochtertje. En ik dacht nog groep 3 is best wel easy voor de. Heb ik nu ook met groep 4. Misschien is zij tantoe slim. Misschien is dat. Nee. Ik bedoel voor heel de klas. Nou, laten we begonnen met het alfabet. Het stukje al starten met lezen, letters, lettergrepen. Nou, dat is voor sommigen lastig. En er is niks mis mee, ja, met de goede. Ieder is een niveau, maar dat best wel. En ik vond dus in groep 3, daar ben je geen kleuter meer, toch? Zeg ik dat goed? Ja, dat is... daar vind ik heel veel van. Okay. Want wat het is dat... wat ik al zei, kleuters komen binnen met 4 jaar. Ja. Dus als je 4 bent, dan start je als kleuter. Maar in het schoolsysteem is er bedacht dat een schooljaar van zomervakantie tot zomervakantie is. Dus
sommige kinderen zijn pas 5,5 als ze al naar groep 3 gaan. Ja, nou. En anderen zijn 6 of misschien precies. Bijna ja, al ouder dan 6 als ja. Ze naar groep 3 gaan. En dat is eigenlijk al heel gek, want dan heb je dus, sommige kinderen hebben een half jaar minder kunnen kleuteren ja. Dan andere kinderen. Ja. En daarin, wat je ook zei met het stukje, en dan begint het echt, ja, die overstap is heel groot voor nou. Veel kleuters. En ja. Wat ik ook heel graag zou willen zien, is dat daar goed over nagedacht wordt. Want een kleuter is niet meteen kleuter af als hij in groep 3 komt. Nee, helemaal niet. Nee, precies. En ik hoor dus ook van veel leerkrachten terug van groep 3 van ja, dan moeten we dus meteen hard aan de slag gaan met die letters. En dan na de herfstvakantie, ja, dan zijn ze een beetje kleuter af. Maar eigenlijk pas na de winter. Ja, na de winter, na de kerstvakantie. Ja, dan hebben we echt een groep 3 leerling. En dat klopt ook wel in de breinontwikkeling, zeg maar, van dat jonge kind. Want ze zijn niet in één keer na een zomervakantie kleuter af. Nee, precies. En dat is wel mooi dat je dit ook zegt. Want mijn referentiekader is zijn mijn eigen kinderen. Ja. Nou, op de basisschool waar ze nu zitten, daar ben ik super tevreden over. Dus daar heb ik niks op aan te merken. Alleen, mijn zoontje die is dus in oktober jarig. Ja. En dat is dus inderdaad zo'n leerling die dus eigenlijk te vroeg is. Weet je, hij zit nu dus al in groep 4, hij is nog 7. Hij wordt in oktober, dan zit hij in groep 5, dan wordt hij pas 8. Hij is nu dus 7, maar sommigen zijn nu al 9 geworden bij hem in de klas. Ja, groot verschil. En dat, toen hij dus net in groep 3 zat, toen wilde hij heel veel spelen. Ja. Ik wil spelen, ik vind het niet leuk wat ik wil spelen. Tuurlijk. Dat was een hele grote omschakeling voor hem, dat hij dan inderdaad minder... En toen kregen we als ouders zijn een bijeenkomst. Nou, ik vind dat supergoed dat ze dat soort dingetjes doen. En toen schrok ik dat er heel veel nadruk lag op taal, taal, taal en rekenen, rekenen, rekenen. Ja. En toen dacht ik zelf van, ja, dat is natuurlijk supergoed dat jullie dit willen en doen. Alleen, ja, vergeet ook niet dat het nog steeds kinderen zijn en het, ze moeten spelen. Dus daar heb ik met die docent ook over gesproken toen. Ja. En hij had hele fijne docenten nog steeds. En ja, dat is wel mooi dat je daar een gesprek over hebt. Maar ja, ze worden in een bepaald stramien geduwd. Want ze moeten het gewoon, het einde van het jaar moeten ze iets kunnen, zeg maar. Niet in elk land is het onderwijssysteem toch op zo'n manier dat die kinderen dan al op resultaten moeten werken. Nee, toch? Want hij kreeg op 3 keer, dus dat werkt als cijfers. Ja. Ja, dat is... Ja, dat is... Hij is iemand van IEP? IEP-toetsen? IEP-testen? IEP-toetsen, ja, cijfers, ja. En ik kijk er wel naar en ik probeer er echt niet te zwaar aan te tikken. Maar ik merk aan mezelf dat ik dan ook als ouder ook naar de kijk van... Hey, wel, het is gewoon wel on point, maar inderdaad wat jullie zeggen, ik vind het wel heftig wat die kinderen allemaal moeten doen. Want ik denk ook echt van als je niet mee kan, want ik ben nog steeds over je vraag aan nadenken van welke groep zou ik willen kiezen. Mm-hmm. Voor mijn gevoel zou ik groep 8 willen kiezen, omdat ik dan denk van alles is dan al neergezet. Maar dat is ook het nare, want dan hebben ze dus, sommige kinderen hebben jarenlang een succeservaring meegemaakt en die zetten zich ook zo neer in het lokaal van ik kan heel veel. En sommige kinderen hebben totaal geen succeservaring meegemaakt. Ja. En volgens mij hebben die docenten daar al rust in, hebben daar rust, omdat de kinderen daar ook een beetje rust in hebben gevonden van ja, dit is wat ik kan. Ja, en dit is wat ik niet kan. En daarin ga ik mee. En dit is me voorgeschreven. Dus ik vind het al heel heftig dat die kinderen inderdaad heel veel faalmomenten al meemaken. En heel veel succeservaringen meemaken. En ook aan elkaar gaan meten van ik kan dit en dit kan jij niet aan de hand van die testen. Dus ik weet niet of we daar goed aan doen. Dus, Nou ja, de IEP, toevallig had Sefti de uitslag van de IEP-toets gehad. En dan bleek dat hij zijn schoolwerk... Nou, ik wil niet zeggen verwaarloosde, maar dat hij dat af en toe lekker naar buiten kijken ook heel interessant vond. Maar daarentegen had hij de IEP-test bijvoorbeeld heel goed gemaakt. Dus de stof die dan eigenlijk leek niet te beheersen, vanuit die toets bleek het toch dat hij het dus eigenlijk wel beheerst, zeg maar. Ja, ik zou het heel graag zo willen zien, want ik ben niet tegen toetsen in de hogere groepen. Maar zo'n toets zou vooral de toets voor de leerkracht moeten zijn. En niet om een kind te beoordelen. Want eigenlijk zegt een toets, heb ik mijn werk goed gedaan als leerkracht? Heb ik zicht op de kinderen? En heb ik op tijd bij kunnen sturen? Dus ik zou hem zo heel graag willen zien. Oh, nice. Ja. Dat is een goeie. En waar ik heel blij mee ben, want ik heb in de tijd dat ik voor de groep stond, waren er ook nog kleutertoetsen, de CITO-toets voor kleuters. Ja.
Ja, dat, ik ben zo blij dat die is afgeschaft. Dus het toetsen bij kleutergroepen, dat mag niet meer. Nee. En waarom mag dat niet meer? Omdat het niet des kleuters is. En daar zijn heel veel leerkrachten destijds al, al heel lang en breed achter gekomen. Ja, klopt. Want wat er gebeurde, die kleuters die moesten dan inderdaad aan tafeltjes gaan werken op het platte vlak, in een boekje. En naar de helft van mijn kleuters, die zat ongeveer ondersteboven op zijn stoel, want die willen gewoon bewegen en die willen spelen en die willen doen. En dan moest je dus gaan luisteren, dus alleen puur auditief ging ik een vraag voorlezen en moesten ze naar plaatjes kijken en dan met een potlood een streepje onder het juiste plaatje zetten. Ja, 9 van de 10 kleuters had dan 3 strepen gezet in plaats van 1 en dan moest je de vraag fout tellen. Ja. Dus het zei helemaal niks over wat kun je nou eigenlijk als kleuter. Nee, precies. Ja. Hé, maar voordat we hier mee verder gaan, gaan we even naar een lekker nummertje luisteren. We hebben aan jou gevraagd van wie zou je willen horen. Dat is Billy Joe met Piano Man. Waarom wil je dat liedje graag horen? Ja, je overviel er me even mee net van tevoren. En dit was eigenlijk het eerste nummer wat in me opkwam. Ik zei meteen al van, ik luister graag naar heel veel soorten muziek. Ik heb niet één soort muziek waar ik helemaal into ben. Maar ik moest aan dit nummer denken en ik hou wel ook van wat oudere muziek, kan ik wel naar luisteren. Ah, leuk. En bij deze moet ik een beetje aan mijn vader denken, want dat is binnen ons gezin wel de Piano Man. Oh, oké. Okay. Dus, daar heb ik het nummer ook van meegekregen. Nou, laten we even... Laten we gaan luisteren daarnaar. Een soort van applaus geven dan nu, hè? Ja, echt wel. Heel tof. Hey, we hadden het net nog even over de IEP-toets en dergelijke, maar er schoot mij net ook een andere vraag te binnen, zeg maar. Wat vinden jullie van de klassengrootte van het onderwijs? Tenminste, laten we zeggen het basisonderwijs. En in dit geval laten we beginnen met de kleuters. Kijk. Ja, die, daar is van alles rondom te doen. Mm-hmm. Want op sommige scholen zijn de groepen echt nog wel groot. Dan heb je het over 30 plus. En bij andere scholen wordt er bewuster voor gekozen om de groepen wat kleiner te houden. Ja. Dat ligt ook aan hoe dat je de formatie kunt regelen. Weet je wat het is? Ik weet niet hoe jullie ervaring daarin is, maar hoe groter de groep, hoe moeilijker je aandacht voor elk kind kunt hebben. Ja. En in die zin denk ik ook dat de werkdruk vergroot wordt, omdat je dus meer kinderen hebt om te bedienen, maar ook meer ouders hebt om te bedienen en meer administratie hebt om te bedienen. Dus het zit er overal in. Nou is ook de ene groep de andere weer niet. Dus ik denk dat je soms kun je bij wijze van 12 kinderen in je groep hebben en je handen compleet vol hebben. En ik heb ook wel eens een groep van 35 gehad. En dat kan ook prima te doen zijn. Dus daar ligt het ook wel weer aan. Maar overal ben ik voor kleinere groepen. Ja. Ja. En jij, Marv? Ik heb maar één referentie, toch? Dat is mijn school. En ik daar merk ik niet dat dat die klassen te groot zijn. Nee. Ze hebben het netjes opgedeeld in verschillende groepen. Eén nog wat ik wel vind is dat... Het is een populaire school. Dat is een van de populairste scholen. Ja, daarom zit jouw dochter natuurlijk ook daar. Ja, maar het is gewoon qua sukkel. Je maakt het altijd belachelijk. Nee, qua onderwijsvisie staan ze er gewoon goed in. Dus nou ja, precies. Kunstzinnig onderwijs vind ik super tof. Want ik vind dat je zoveel mogelijk met kunst en cultuur bezig moet zijn. Mm-hmm. Maar ze hebben de groepen gewoon goed opgedeeld. Ja. En volgens mij... Max 25 kinderen. Ja, precies. Dus dat vind ik gewoon netjes. Dat vind ik ook wel. Op een gegeven moment kwam je dus ook bij Lois in de klas te komen. Die gingen dan wel die groep splitsen uiteindelijk. Maar op een gegeven moment kwamen er te veel nieuw in. Dus nog één weekje even met z'n allen. Ja, dat waren de richting de 30. Dat vond ik wel echt wel heel veel. Ja. Ja, ik vind wel dat ze de aanmeldingen wel mogen remmen. Want in zijn geheel, kijk, de klassen zijn wel gewoon goed in orde. Mm-hmm. Maar in zijn geheel is het een veel te grote school. Het is een school met ongeveer 900 plus leerlingen. Zo, ja, dat is wel heel veel. Dat is echt achterlijk veel. Dat is inderdaad heel veel. Ze hebben twee gebouwen, één onderbouw, dan aan de ene kant en aan de andere kant bovenbouw. En daar vind ik wel wat van. Ja, dat ben ik met je eens. Ja. Maar aan de andere kant, ja, een aanmelding is ook weer geld natuurlijk. Toch? Ja, dat is per leerling inderdaad. Ja.
Dus ja. dan ga je niet zeggen van ja, sorry, we zitten vol. Dat zouden ze denk ik niet zo snel doen. Ja, maar ja. Tenzij je echt in een ruimtegebrek komt, zeg maar. Dat zien we bijvoorbeeld op de locatie waar mijn kinderen op school zitten. Daar zitten zeg maar 3 scholen mm-hmm. ja, in 1 gebouw. Wat op zich prima kan, alleen ja, het wordt een beetje vechten om de lokalen, zeg maar. En dan zie je dat de school waar mijn kinderen op zitten, die groeit eigenlijk enorm. Nou, eentje is vrij klein, ja. Die wil het liefst jouw lokale dan hebben. En dan mogen ze dan een lokaal uiteindelijk hebben. Maar dan mag degene van wie die kleinere school is, die mag dan zeggen welk lokaal. Dus die geven dan het rotste lokaal, zeg maar, bijvoorbeeld. Ik moet wel corrigeren, want ik zei dat die aanmeldingen wel aan een stuk doorgaan. Nee, ze hebben, dat is niet zo. Ze hebben een soort van selectiebeleid. Dus, echt? Ja, dus je hebt je moet dat in dus je kan gewoon afgewezen worden? Ja, je moet als eerst uit een bepaald postcodegebied komen. Oh, ja. Dan moet je aanmelden. En als je uit dat postcodegebied komt, dan word je dus... worden loodjes getrokken, zeg maar. Ja, en het scheelt ook nog vaak, in ieder geval op scholen, als je al een broertje of zusje precies, op school hebt zitten, dan heb je ook voorrang. Heb je ook natuurlijk. Ja. Dus dat was nog onze angst toen we naar iemand inschreef van kom ze wel op die school, want anders moeten we kiezen uit die andere 3 scholen. Ja. Uiteindelijk waren we het wel geworden, maar dat is dus, omdat het gewoon te groot is, joh. Maar je bent ook nog gaan kijken bij andere scholen, zeg maar. Ja. De Montessori hebben we bekeken en we hebben Dalton onderwijs hebben we bekeken. En deze school sloot heel erg aan de visie van Dalton onderwijs, dus daarvoor hebben we ook voor gekozen. Maar het is gewoon een reguliere school. En voor de luisteraars die niet weten wat Dalton is, wat is, houdt dat in? Zo, hoe ga ik dat uitleggen? Dat kan ik zelfs niet uitleggen. Misschien kan Nicole je een beetje helpen. Als je me een beetje wil helpen, want ik vind het altijd lastig om uit te leggen. Het heeft eigenlijk volgens mij mee te maken dat ze heel erg branchegewijs werken, toch? Daar komt het eigenlijk op neer. Wat zeg je? Dalton onderwijs. Dat is heel erg? Gepland werken, dus dat ze heel erg zelfsufficient aan de slag gaan. Dus ze een eigen planning maken, ze hebben een dagplanning, daarmee gaan ze aan de slag. En dan is het eigenlijk, simpel gezegd, op eigen tempo goed werken. Ik heb het even snel gegoogeld. Ja. Dalton scholen liggen de focus op 5 kernwaarden. Samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, precies. Effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Ja. Dus het is heel erg zelfsufficient aan de slag gaan. Ze moeten natuurlijk met hun innercel gaan. Ja. Wordt er gewerkt aan een brede vorming van het kind. Naast de verplichte lesstof is er ruimte voor keuzewerk. Ja. Is niet iedere school een beetje zo, of heb ik het nou mis? Ja, weet je, dat is met de vernieuwingsscholen, zeg maar, het vernieuwingsonderwijs, waar verschillende onder vallen. Ik denk... Destijds was het echt heel vernieuwend en tegenwoordig gaat het wat meer naar elkaar toe. Precies. Groeien inderdaad, ja zeker. Maar de kunstzinnige school, daar ben ik ook wel benieuwd naar, want daar heb ik zelf weinig ervaring. Kunstzinnig onderwijs, die kinderen zijn gewoon heel veel bezig met cultuur, met kunst en andere kunstzinnige uitingen. Wat zij moet doen elke ochtend is zingen. Een filmfestival, dan gaan ze naar verschillende films, gaan ze dan aan het eind van elk schooljaar hebben ze een soort van een kunsttour. Ze moeten al op het podium staan, daarvoor dat ze op dansen zitten, want het is gewoon helemaal into it. Ja, ze zijn gewoon met heel veel dingen bezig, zijn ze daar rondom kunstzinnig onderwerp of kunst. En dan merk je ook wel aan de populatie ouders die daar komen, want natuurlijk, ik heb zelf rapmuziek gemaakt en je komt heel veel ouders tegen die iets hebben gedaan rondom kunst. Ja. En we proberen daar een kind op school te zetten. Dus qua dat vind ik dat vooral gewoon heel tof dat ze dat doen. Ik vind dat ook belangrijk in de algemene ontwikkeling. Dat je buiten resultaatgericht werken en alle standaard dingetjes, dat je gewoon kunst aanbiedt. Want ik heb altijd het gevoel van als er wordt bezuinigd in Nederland, gaan ze als eerste in het potje kunst zitten. Van dat halen we eruit, want dat is niet zo belangrijk. Maar ik vind dat juist het allerbelangrijkste. Ja, creativiteit ook natuurlijk. Ja, zo. Creativiteit, Bij mij, de kids was zo leuk, hadden ze allemaal een schilderij, bijvoorbeeld het meisje van de parel. Ja. En die hadden ze dan een foto van zichzelf in dat gezicht. En dan moest je het meisje van de parel moest een soort van natekenen, naschilderen en dergelijke. En zag je dan dat hoofd, zeg maar, bij... Nou, dat was fantastisch om te zien dat je allemaal meisjes met de parel. En die klas had weer iets van Van Gogh en die had weer heel leuk. Ik vind het ook wel belangrijk hoor wat je zegt, want ik ben echt voorstander van echt een brede ontwikkeling. Ja. En dat gaat verder dan alleen maar taal en rekenen, wat je wel als basis echt goed moet hebben natuurlijk. Zeker, zeker. Maar er is zoveel meer dan dat. Ja, ja, 3 keer per jaar moet ze optreden, dus in de bovenbouw dan. Heb ik
zag ik dat goed? Ja, 2 tot 3 keer. Ja, en dat podiumervaring vind ik ook super tof om te zien. Dat ze gewoon op het podium staat en naarmate ze ouder wordt, heeft ze er minder zin in. Maar dat ze omleren gaan met het verschil tussen gewoon in het publiek staan en op het podium staan, want dat is al een groot verschil. Ik denk dat dat heel veel kan uitmaken met de manier van presenteren, hoe je dat later doet. Dat ze iets moeten voorbereiden als groep zijnde, dat samen moeten doen. Ja, super tof om dat te zien. En wat denk je van het stukje zelfvertrouwen? Dat ook, ja zeker. Ja. Ik denk dat, want volgens mij is dat bij mensen is dat de grootste angst. Nog groter dan de dood is om inderdaad voor een groep te moeten staan. Ja, ja zeker. Maar toevallig hadden wij vandaag presentaties op school. En dat was echt fantastisch om te zien. Ik kreeg het vak dan zorgtechnologie. En die kinderen moesten een eigen app gaan bedenken. En dan moesten ze daar een presentatie over maken, zeg maar. Nou, de voorwaarden dat het minimaal 5 minuten moest duren, 6 dia's, voor- en nadelen, wat zou het eventueel kosten en dergelijke. Ja, en er komen zulke toffe ideeën uit, jongen, dat is niet normaal. Dus echt zo, die app zou ik gewoon kopen. Als die er nu zou zijn, dan zou ik hem gewoon gaan halen. En dat is zo waardevol. Maar als je daar inderdaad op de basisschool mee oefent, ja, is hartstikke belangrijk, joh. Ja. Dus, ja, en wat heb je voor je toekomst nodig? Hè? Want waar gaan we naartoe in de toekomst? Ik denk dat creativiteit en oplossingsgerichtheid, dat gaat zo belangrijk worden. Want je weet niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Dus waar leid je je kinderen toe op? Ja. Dat is een mooie teaser voor de aflevering hierna. Hoe gaan ze dat dan doen, hè? Die creativiteit, die oplossingsgerichtheid. We gaan deze afsluiten. Sorry, ik moet soms een beetje streng zijn. Dus deze episode zit erop. Dan gaan we naar het laatste woord. En aan wie mag ik het woord geven? Tweede voor mij, geen foto's maken. Dan geef ik het woord aan jou, Nicole. Heel goed. En de volgende aflevering heeft Mark beloofd dat hij iets moois zou gaan voorlezen. Helemaal goed. Dus, ik wist dat ik af mocht sluiten. En ik wil heel graag afsluiten met een gedicht wat ik heb geschreven over kleuter zijn. Ja, oké. Voordat je daarmee begint, bedank ik je alvast voor je komst. Super fijn dat je er was. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Mocht je nou nog tips hebben, opmerkingen hebben, iets willen delen. Je kunt ze natuurlijk mailen of op Instagram kijken. Het mailadres is klasse.podcast@gmail.com. En je kan ons vinden op de socials, klasse.podcast. Nogmaals, dank voor de komst. En het is aan jou. Dankjewel. Jullie dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk. Ja, kleuter zijn. Kleuter zijn is ervaren met je handen. Met alle zintuigen wil iets echt landen. Kleuter zijn is helemaal opgaan in het spel. Het opruimen, dat komt later wel. Kleuter zijn is spelen met zand, water, blokken en klei. Zal ik samen delen of hou ik het alleen voor mij? Kleuter zijn is de wereld leren kennen. Met heel je lijf. Springen, dansen, rennen. Kleuter zijn is volwassenen imiteren. In de huishoek kan ik dat heel goed leren. Kleuter zijn is luisteren van korte duur. Wachten op een stoel zit niet in mijn natuur. Kleuter zijn is ontdekken in een omgeving die rijk is ingericht. Ik haak snel af als je mij tot werkjes verplicht. Dus wil je mij echt iets leren? Maak dan tijd om te observeren. Verdiep je in mijn kleuterbrein en laat me alsjeblieft.